Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar nou, weer een goed nieuwe vol van mij, hier op het Diltrex. De enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de Efteling, jongens? Hoe was de Efteling? Nou, het was een fantastische dag was het, met Kevin, Ramon en Pascal. Ik heb het echt weer heel erg naar mijn zin gehad. En het lijkt wel of dat er elk jaar, elke keer uh, ja, er een half jaar tussen moet zitten. Want um, nou, we hebben nu al, dit jaar hebben we al twee keer gehad dat er gewoon uh, een half jaar tussen zat. Uh, ja, dat ik weer naar de Eftelingen was. En, uh, elke keer als ik dan weer geweest was. dan uh, had ik weer zoiets van: Wauw, toch heb ik dit wel weer heel erg gemist. Um, ja, er stonden op social media ook echt heel veel dingen stonden er, uh, ik moet echt zeggen dat het, uh, ja, ik vond het uh, meevallen. Het was niet zo erg als wat op social media elke keer gezegd werd. Er werd op social media werd er elke keer gezegd van ja... Uh, daar is het weer uh, bal. Daar kan je weer niet doorlopen. Dat is weer afgesloten. Dat doet het weer niet. Uh, dat schijnt er weer mee uit. Uh, daar kan je niet naartoe. Want uh, daar zit, uh, staat een grote hek omheen. Nou, ik vond het reuze meevallen. Ik heb echt een ontzettende leuke dag heb ik gehad. En ik wil uh, Kevin en Ramon en Pascal daar nog heel erg voor bedanken. Het was echt een hele leuke dag. Ja, uh, zoals ik al in de vlog zei: zulke dagen. Ja, uh, zulke dagen dan. Uh, uh, ja, die schieten voorbij. Uh, je zit in de auto naar de Efteling toe. En eigenlijk, voordat je het weet, dan. Uh, ja, zit je alweer in de auto terug naar huis toe? Zo snel gaan die dagen. Maar ik heb het in ieder geval heel erg leuk gehad. En dat wou ik toch nog eventjes melden bij deze. Dus uh, ja, het, is, uh, het was echt een hele leuke dag, was het. En het viel echt reuze mee. We konden overal best snel doorlopen. Ja, dat is nu, uh, zal dat inmiddels uh, even anders wezen? Want uh, ja, de kerstvakantie is begonnen. Dus uh, ja, momenteel uh, de rest van december hoef ik niet naar de Efteling toe. Want het is één grote chaos altijd. Uh, ja, als je daarheen gaat, dan is het één grote chaos. Met, uh, ik ga nooit eigenlijk in de vakanties. Ik vind dat verschrikkelijk om in de vakanties te gaan. Uh, nee, laat mij maar gewoon lekker op een dag gaan uh, dat iedereen naar zijn werk en naar school is. Dan vermaak ik me eigenlijk beter dan uh, in de schoolvakanties. Uh, dan moet ik zeggen, wij waren toen op een woensdag. Nee, woensdag of donderdag waren wij geweest. Nee, donderdag waren wij geweest. En die vrijdag, uh, of die zaterdag eigenlijk. Uh, zaterdag was dat. Toen, uh, ja, was er uh, het bericht op Facebook. Uh, van die hele bekende site uh, dat. Uh, ja, er waren geen parkeerplaatsen meer. Heel de parkeerplaats stond helemaal vol. Uh, ja, mensen werden weggestuurd, mensen werden teruggestuurd. Je hoefde niet meer met de auto naar de Efteling toe. Want er was gewoon geen parkeerplaatsen meer. Ja, uh, een trieste zaak vind ik dat. Ik vind het echt een hele trieste zaak. En dat voor een. Ja. Ik vind het nog steeds belachelijk een tweede hotel bouwen. Ja, waarom moet je in godsnaam een tweede hotel bouwen? Uh, je hebt al een Efteling Hotel en dan ga je nog een tweede hotel. Meestal zijn die hotels ook echt alleen maar voor gasten die een hoop poen hebben. Want de, de gewone, normale inkomende uh, ja, uh, man of vrouw met inkomen, wat eigenlijk gewoon een beetje standaard inkomen is, die zal daar nooit naar het hotel kunnen. Want het is gewoon zo verschrikkelijk duur is het. En dan je, ga je een helft ga je van de parkeerplaats ga je weghalen. En dan uh, ja, maak je daar een hotel. Alleen maar voor de rijke mensen. ja Ik vind het een beetje belachelijk. Maar goed, dat is mijn mening. Ik mag mijn mening hebben. Zoals ik over andere pretparken ook mijn mening klaar altijd heb. Uh, is dat mijn mening eigenlijk over de Efteling? Ik vind dat wel heel erg jammer. Ze kunnen beter, uh, wat, beter wat inkomsten doen. Uh, door nieuwe attracties neer te zetten. dingen te verbeteren. En ik vind uh, een hotel. vind nou niet echt een verbetering. Dat vind ik meer eigenlijk een verslechtering. Maar ja. Wij abonnementenhouders uh, tellen niet mee. Hè? Het liefste willen ze eigenlijk van, uh, van ons af. Want abonnementhouders. die. Uh, ja, die leveren geen genoeg geld op. op een dag. Wij komen natuurlijk later. Wij gaan eerder weg. Uh, ja, wij geven minder geld uit in de winkels. Uh, ik voor wat uh, eten uh, doen we minder. We nemen eigen eten en drinken mee. Ja, dat doe ik ook altijd. Ik neem ook altijd mijn eigen cola mee, want ik ga dat daar niet kopen. Dan kan ik net zo goed het, uh, het cola meenemen, want dat uh, dat is veel minder uh, kost dat dan. Uh, ja, dan uh, taai kopen. Daar is het echt gigantisch duur. Daar kun je ook eens een keer aan denken. van, joh, Efteling. Uh, Daar zou ze ook eens een keer aan kunnen denken. van, joh. Uh, ja, is de prijs niet uh, hoog? Nee, dan gaan ze lopen klagen. Van, uh, god er wordt helemaal niks verkocht. Ja, vind je het gek dat er niks verkocht wordt? Het is gewoon stervensduur. duur. Dus, maar in ieder geval. Ik heb een hele leuke dag gehad. En, uh, ja, het was een fantastische dag. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad, in ieder geval. Nogmaals Kevin, uh, uh, Pascal en Ramon, bedankt voor de gezellige dag. Dit was in ieder geval even mijn vlog. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte trouwen als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen: de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog, maar weer. Jongens, groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.